De PALU is er als alternatief voor de samenleving als het kiezersvolk iets in de plaats wil dan het huidig en vorig regime. Dit zei Melvin Henes, bestuurslid van de partij, eerder op een persconferentie. Het bestuurslid stelt dat de PALU bereid is besluiten te nemen die voorgaande regeringen niet hebben willen nemen. En dat is de reden waarom in feite de PALU nu meer dan ooit belangrijk is in de samenleving. Omdat PALU dat alternatief is. PALU begreep dat er zaken zijn die gewoon makkelijk veranderd kunnen worden. En de politieke wil is er wel bij de PALU. Het verschil met de andere partijen is dat dat de mannen sap samutsa. De mannen doen zijn. Er zijn echt simpele dingen die gewoon, kijk, de voorzitter had het net over gronden die zijn uitgegeven. Het hele huisvestingsprobleem was opgelost. Als je praat over 300.000 hectare. Weet je hoeveel Surinamers, je kan de helft van het volk eigenlijk daarmee voorzien. Alas maar weer op wapies grond, toch? De PALU is wel bereid dat soort stappen te nemen. Er zijn simpele dingen die gewoon opgelost kunnen worden, die nu niet opgelost worden. Omdat er andere belangen spelen en die mensen het gewoon niet willen doen. Volgens Henes is de PALU bereid de simpele zaken die nodig zijn voor herstel van Suriname gewoon te doen. De PALU is bijvoorbeeld bereid een beter bestemmingsbeleid te introduceren in verkavelingsprojecten.